lezen. Ik wil beginnen met een tekst uit Matteüs. En wat mij daarvan raakt, ik zal maar even voorlezen. De 11 leerlingen vertrokken naar Galilea en gingen naar de berg die Jezus hen genoemd had. En toen ze hem daar zagen, vielen ze voor hem neer op de knieën en aanbaden hem. Maar sommigen twijfelden. Jezus kwam naar hen toe en zei: ik heb alle macht in de hemel en op de aarde. Ga nu op pad en maak alle volken tot leerlingen van mij. Doopt hen in de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. En leert hen om alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. Nou, wat mij erin raakte, is het dopen in een naam. En hoe word je in een naam gedoopt? Want dan kun je zeggen, oh ja, maar dat is kopje onder met water. Dat leggen we dan de baptisten uit en de anderen zeggen het weer zo uit. En ik ineens werd geraakt door het feit, er staat in een naam dopen. Wat betekent in een naam dopen? In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon. Een naam, dat staat symbool voor het wezen van iemand. Voor zijn volheid, voor zijn karakter, voor echt dat je eigenlijk, dus als je in de naam van de Vader wordt gedoopt, dan word je eigenlijk in de liefde, in de grootsheid, in de majesteit, in alles wat de Vader uitstraalt, in hem, dan word je gedoopt, word je helemaal omringd. Hè? Zoals je zeg maar, als je in water bent, dan word je helemaal omringd in het water, word je helemaal nat, word je en zo, als je zeg maar in de naam van de Vader wordt gedoopt, dan word je helemaal nat van God. Van het vaderhart van God. En in die naam is heling. Is vaderliefde. En we hebben vaderliefde nodig. En hij, als we in zijn naam worden gedoopt, dan slaat hij zijn armen om ons heen. Dat hij omringt ons helemaal. Want als je onder water bent, dan is het water boven je, onder je. Is overal. En zo wil Jezus ons in de naam van de Vader dopen. Want dat hebben we nodig, dat we weer onze ware identiteit gaan ontdekken. Want we zijn uit God voortgekomen. En dat lijntje is doorgesneden door de zondeval. En God wil ons weer opnieuw in zijn naam dopen. Dat we helemaal omringd worden door de liefde van de Vader. Hetzelfde geldt voor de Zoon. In de naam van de Zoon. De Zoon die hier op aarde de liefde van God heeft gemanifesteerd. Heeft laten zien wie de Vader is. Door hoe hij was. Hoe hij puur vanuit zijn liefde heeft geleefd. Hoe hij zonder oordeel met de zondaars omging. Hij ging juist naar de zondaars toe. Die door de maatschappij werden verschopt. En hij ging om met hoeren en tollenaars. En hem was geen veroordeling. Hij was daar met open armen. En zo wil hij vandaag ook jou en mij ontvangen. En we mogen in zijn naam gedoopt worden, in de naam van Jezus, waarin totaal geen veroordeling is. Volledige acceptatie zoals je bent. Misschien hebben we wel eens verwijten van mensen, maar bij God is geen verwijt. Er is totale aanvaarding. In de naam van de Heilige Geest. Dat is ook zo, de volheid van kracht. In die naam gedoopt worden. Dat is niet een kwestie van kopje onder in water, maar dat is in de kracht van God. In de Heilige Geest. Hij wil ons vanavond in al die namen dopen. Om daar heling in hem te ontvangen. Gods werk is volmaakt. Ja? Word je dan 3 keer gedoopt of in 1 keer door die 3 namen? Het is een geestelijk zoals ik het heb geopenbaard gekregen. Ja, je hebt de Bijbel op een heleboel verschillende manieren. Er heeft heel veel lagen. En iedere keer ontdek je weer een nieuwe laag. Een nieuwe dimensie. Goddelijke dimensie. En dit is een dimensie, zoals ik het zie, is het een proces. Een proces van ondergedompeld worden in de naam. En wij zijn dragers van die naam. Alleen bij sommigen zie je het nog heel weinig. En bij anderen zie je het alweer veel meer. Die zijn alweer veel meer. Zoals een spons, zeg maar een droge spons, als je die in het water doopt, die hem haalt weer uit, die doet het heel snel, dan is het een heel klein beetje nat. Maar als je een poosje onderhoudt, dan zuigt het zich helemaal vol. En God wil dat we zo lang in die naam blijven, verblijven, dat we helemaal ons volzuigen, alle lagen van ons bewustzijn, ons verstand, onze emoties, en dan is eigenlijk die helende reis, dat we steeds dieper worden doordrenkt van de naam van de Vader, van de naam van de Zoon en van de naam van de Heilige Geest.
En niet alleen hier, maar met ons hart, met onze emoties en ons onderbewustzijn. Hè, dat we van hem dromen, dat we helemaal steeds meer hem worden. Hè, en dat is een proces. Hè, van het opzuigen van die naam. Deze foto heb ik laatst genomen, toen was ik in een vlindertuin. Komt die foto niet eens zo heel mooi tot uiting, maar ik kan steeds meer genieten van de schepping. Als je me een beetje volgt op Facebook, dan zie je ook heel regelmatig natuurfoto's langskomen. Ik hou er zo ontzettend van en het wordt steeds meer. Ik vind het echt magnifiek hoe God, mijn papa, die dingen heeft gemaakt. En ik voel ook zo'n diepe bewondering. Dat als ik kan naar een blaadje kijken. Op Facebook had ik ook gewoon een herfstblaadje tegen het zonlicht. Dat ik een macro-opname gemaakt. En van hoe klein je ook inzoomt, het is zo volmaakt. Al die structuren in een blaadje. En God heeft er zo tot in detail, heeft hij daar zijn heerlijkheid, zijn grootsheid ingelegd. En hoe je het ook inzoomt, het blijft volmaakt. Gods werk is volmaakt. En jij bent Gods werk. Ja. Wat zullen jullie doen? Kijk, je weet, mijn vrouw komt uit de Filipijnen. Ja, mag ik even, ik wil graag. Ja, het is heel kort kan. Ja, heel kort. Maar in Indonesië hebben ze de jungle in brand gestoken. Ja. Ja, dus ze vernietigen de jungle onder het mom van, we gaan zo meteen kweken, groenten, toestanden. Ja, ik wil even verder met mijn lezing, hè, anders komen we hier niet doorheen. Ja. Maar wij zijn volmaakt geschapen. En het is belangrijk dat ik weet dat mensen hebben een hoop kapot gemaakt, maar ik wil dat benadrukken. God heeft jou volmaakt. Jouw kern is volmaakt. En dat wil God weer uit het stof halen. Jouw volmaakte kiem. En dat is nog steeds daar aanwezig. En dat is beschadigd geraakt, maar dat is daar. En God wil dat in jou omarmen, weer tot leven wekken. Gods werk is volmaakt. Oh, mijn kant op. Dit is een pianostemmer. Ik weet niet of je hem wel eens hebt bezig gezien. Maar ons leven bestaat ook allemaal uit snaren. Eigenlijk zijn wij energie. En goddelijke energie die God heeft ontworpen. En ons leven bestaat allemaal uit snaren. En God wil ons door zijn liefde bespelen. Hij wil een geweldig mooi orkest door ons leven hier ten gehore brengen. En ieder leven heeft een andere klank. Wij hebben allemaal een andere klank van God gekregen. En we mogen allemaal op een unieke wijze de liefde van God verspreiden hier op aarde. We mogen zijn liefde vermenigvuldigen. Jij bent uniek. Er is niemand zoals jij. En jij maakt de wereld een stukje mooier. Jij geeft expressie aan de liefde van God zoals niemand anders dat kan doen. Dus je moet nooit proberen iemand anders te zijn. En je eert God het meeste door te gaan ontdekken wie je bent en dat te gaan uitleven. Ga nooit proberen iemand anders te zijn, want daarmee eer je de Vader niet. Je eert de Vader door jouw unieke zijn helemaal uit te leven. En als je, ga lekker gek doen. Als jij gek bent, ga gek doen. Ga niet denken, oh, zal die wel niet denken. Nee, gooi die ballast weg. En ga leven in vrijheid. Want dan straal je het meeste uit van de liefde van God. Omdat jij bent wie jij bent. En daar worden mensen ook nog een keer jaloers op ook. Want iedereen wil vrij zijn. Maar ons leven is ook ontstemd geraakt door de jaren heen. Vanaf de geboorte al zijn er snaren ontstemd geraakt. En wat God wil doen, is hij wil met zijn stemvork, dat is een stemvork, wil hij eigenlijk in ons leven komen en af en toe die snaartjes hier en daar een tikje geven, omdat ze uit balans zijn geraakt. Bepaalde emoties, bepaalde pijnen, bepaalde door gebeurtenissen in je leven. En sommige gebeurtenissen, ontstemmingen heb je al meegekregen vanaf de geboorte. Omdat ze al vanuit het voorgeslacht zijn er al ontstemmingen. Sommige mensen worden al geboren met neiging tot depressiviteit. Omdat het gewoon in de familie zit. Dat kan. Dus zo kun je al bij de geboorte al dingen meekrijgen. Maar God wil dat door de Heilige Geest, via Jezus, wil die stemvolk in jouw leven brengen. En wij hebben vroeger zelf een piano gehad, maar dan zie je die man, die ping, en dan gaat hij met zijn stem voor, en een paar tikjes opgeven, tot hij weer helemaal zuiver klinkt. En zo wil de Heilige Geest vanavond ook eigenlijk die stem voor in jou, in de lagen van jouw leven zetten, in jouw emoties, of waar ook heling nodig is, en hij wil het weer gaan fine-tunen. Zodat hij weer zuiver klinkt. En met die fine-tuning komt de genezing.
He, want op het moment dat jouw dat godsklank weer in jouw leven kan weer klinken, net als met een stemvork, als je stemvork aanslaat en iets anders heeft dezelfde klank, dan gaat het meetrillen. He, en zo wil God jouw leven, dat jouw leven weer gaat meetrillen met zijn liefde. Dus op het moment dat je heel dicht bij het hart van God komt, ik probeer nu merk ik heel veel te vertellen in een hele korte tijd, maar de ritmes die nemen elkaar over. In de natuur heb je dat ook, dat ritmes elkaar overnemen. Als het ene ritme bij het andere komt, dan gaan ze synchroon lopen. En zo is de bedoeling dat ons hart het ritme van Gods hart gaat overnemen. En hoe gebeurt dat? Hoe gaat ons hart het ritme van Gods hart overnemen? Door ons hart heel dicht aan het hart van God te leggen. En dat is niet een verstanddingetje. Dat is heel dicht bij het hart van God komen. He, er staat van Johannes dat hij aan de boezem van Jezus lag. Dat betekent gewoon dat de man, dat is gewoon een volwassen kerel, lag gewoon tegen Jezus aan. He, dat is niet een of ander, het heeft niks met rare seksuele gevoelens te maken, maar het heeft met intimiteit te maken. Dicht bij Jezus zijn. Zijn hartenklop voelen. Voor jou, voor de wereld. En zijn hartenklop overnemen. Dat jouw hart weer gaat kloppen in het ritme van Gods hart. En daarin zit heel veel heling. Ons leven is net als een boom. Een boom bestaat uit allerlei jaarringen. En zo is ons leven ook opgebouwd uit allerlei ervaringsringen in ons leven. En elke, vanaf de geboorte, eigenlijk al vanaf voor de geboorte, zijn er ervaringen in ons leven gekomen. Je bent gevoelig voor sferen al voor de geboorte. Ben je gewenst of ben je niet gewenst? Ben je in een liefdevol klimaat verwekt of in een strijdtoneel? Het zijn allemaal dingen die al vanaf voor de geboorte, word je al geboren in een bepaalde energetische sfeer. En dat kan een hele mooie liefdevolle sfeer zijn en dat kan een hele angstige sfeer zijn. Een onveilige sfeer kan het zelfs zijn. En dat komt al in je systeem. Maar voordat je kunt denken en praten, zit het al in je systeem opgeslagen. Kan je al wat meenemen vanaf de geboorte. Een basisgevoel van onveiligheid. Een basisgevoel van, ik had er eigenlijk niet moeten zijn. Hè? Of ja, ik had eigenlijk een jongetje moeten zijn. Of ik had eigenlijk een meisje moeten zijn. Of hè, het kwam helemaal niet uit of wat dan ook. In ieder geval, je kunt er al een gevoel meekrijgen vanaf de geboorte. En dat kan meegenomen worden in je leven. En daar kun je nu nog last van hebben. Maar Jezus kan daar inkomen. Maar je snapt wel dat als een babytje geboren wordt en het is niet gewenst. Die snapt dat niet. Die denkt niet hardop van, oh, ik ben niet gewenst. Nee, dat zit gewoon in het systeem. En dus op het moment dat je opgroeit, dan kun je wel horen van, joh, maar je bent wel gewenst. Oh, maar ik ben wel gewenst. Oké, dan is het in orde. Nee, dat zit zo diep in je systeem. Dat moet getransformeerd worden door de liefde en de kracht van God. Het is niet de kwestie van door even te zeggen van, joh, maar je bent wel gewenst hoor. En God houdt wel van je. Ja, dat kan wel wezen. Maar dat zijn woorden. Het gaat om dat je gaat voelen. Dat je tot in je diepst van je wezen gaat voelen, gaat ervaren, gaat merken dat God ongelooflijk veel van je houdt. Want liefde, dat zijn geen woorden. Liefde, dat is een waarheid die alles overstijgt. En alleen de Heilige Geest kan die waarheid in alle lagen van jouw zijn gaan planten. En dus mijn gebed dat straks in de hele reis de Heilige Geest alweer een dieper stukje in jouw leven mag neerdalen. En die waarheid van zijn liefde weer in een dieper level in jouw leven mag gaan planten. In elke ervaring is een ring in ons leven. En als je heel stabiel bent opgegroeid, dan zijn die ringen vrij stabiel. Je ziet hier wel een kleine beschadiging, maar dat valt nog allemaal mee. Hier gebeurt wel iets. Maar zo kunnen er in ons leven kunnen gewoon dingen gebeuren, waardoor die ringen gewoon beschadigd raken. Als je deze boom kijkt, die heeft ook jaarringen gevormd, maar die is zo misvormd. En soms dan gebeuren er dingen in ons leven en dat kunnen we niet meer handelen. Dat stoppen we dan maar weg en we krijgen het niet goed verwerkt. En wat gebeurt er? Je gaat er een ring omheen bouwen, nog een schild omheen bouwen, totdat het eigenlijk die pijn, die wordt helemaal ingekapseld, maar je wordt eigenlijk in karakter of in jouw persoonlijkheid wat misvormd.
He, door pijnen, door traumatische ervaringen die gebeurd zijn. En dat zit er nog. Dus niet zo van, oh, dat was vroeger gebeurd, he, dus is het verleden tijd. Nee, daar is jouw leven op voortgebouwd. En dat zit gewoon nog, net als bij een boom, zit het gewoon in je systeem, zit het ergens, zit het er. He, en als dat niet geheeld wordt, dan zit het er gewoon. He, je hebt ermee leren leven, maar op een gegeven moment bot je gewoon tegen dingen aan in jouw leven. Bepaalde pijnen kunnen getriggerd worden door bepaalde gebeurtenissen. En dan ga je op een manier reageren dat je niet had gewild. He, en wat eigenlijk ook buiten proporties is, omdat er gewoon iets wordt geraakt. Een oude pijn van vroeger. En God wil niet dat we met die pijnen blijven rondlopen. En die pijnen die gaan niet over door tijd. Tijd heelt alle wonden, zegt men wel eens. Nou, soms is dat zo, maar vaak ook niet. Omdat jouw leven erop wordt voortgeborduurd. Een van de belangrijke dingen in de Bijbel, in de 10 woorden van God, is eer je vader en je moeder. Opdat uw dagen verlengd worden. Nou, daar wil ik iets over zeggen. Omdat we geen een van alle volmaakte ouders hebben gehad. Sommigen zelfs zeer onvolmaakt. En soms zitten er al hele diepe beschadigingen. Maar jij bent eruit voortgekomen. En hoe meer liefde en jij kunt geven aan jouw ouders, als zijnde daar ben je uit voortgekomen, dat is de bron van wie jij bent. Hè? Want ik ben, zeg maar, voor 50% lijk ik op mijn vader en 50% lijk ik op mijn moeder. Dan kan ik wel zeggen, ja, ik hou niet van ze, maar dan hou ik ook niet van mezelf. Want ik ben wat zij hebben voortgebracht. Dus op het moment dat ik hen ga liefhebben, heb ik mezelf lief. En op het moment dat ik hen ga vergeven, ga ik mezelf vergeven. Want zij zijn mijn bron. En daarom vindt God het zo belangrijk om je bron te eren. Want daar ben je uit voortgekomen. He, en je mag de mooie kwaliteiten, want dat is een geschenk. Je hebt het leven als een geschenk van je ouders ontvangen. En je hebt hele mooie kwaliteiten van je ouders ontvangen. Je hebt hele mooie kwaliteiten van je moeder ontvangen. Je hebt hele mooie kwaliteiten van je vader ontvangen. En soms dan, dat zo werkt het vaak met negatieve dingen, soms dan zien we alleen die negatieve dingen en het wordt zo groot. En dan, terwijl het eigenlijk andersom is. Hè, je hebt ontzettend mooie, grote en veel kwaliteiten van je vader en je moeder ontvangen. En er zijn een paar dingetjes bij. Je zegt, ja, maar dat wil ik eigenlijk niet. En dan, dat hoeft ook niet. Je zegt, nee, de mooie dingen mag je in ontvangst nemen. En de verkeerde dingen, je zegt, nou, daar zet ik een streep. Je zegt, die neem ik niet in ontvangst, die ga ik ook benoemen. En dat hoort eigenlijk, dat hoorde ook al niet bij mijn vader. He, dat is gewoon iets wat een verwondheid, dat is ook weer ontstaan in zijn leven, ook weer vanuit het voorgeslacht. Daar zet ik een streep bij, dan zeggen we dat ontvang ik niet, maar dan verwerp ik mijn vader niet, dan verwerp ik mijn moeder niet. Nee, het stukje verwondheid, dat laat ik niet toe. Maar al dat andere, dat omarm ik, dat eer ik, he, en dat heb ik lief, dat omarm ik. En dat is heel belangrijk, want dat is jouw bron. En daarin, om dat te doen, dat doe ik ook vaak met een helende reis, samen met mensen, dat geeft al zoveel heling. Gewoon, dat kunnen we vanavond allemaal niet doen hoor, maar gewoon in stilte staan. Wat zijn nou de mooie kwaliteiten? Dat is eigenlijk mooie huiswerk. Hè? Wat heb je van je vader ontvangen? Wat heb je van je moeder ontvangen? Maar of alleen maar positieve dingen zijn. En dat heel bewust in ontvangst nemen. En daarna mag je ook negatieve dingen noemen, maar niet als persoon, maar meer dit zijn de verwondheden die ik eigenlijk niet in ontvangst wil nemen. En zeg oké, maar dat hoeft ook niet. Dan mag je daar een streep onder zetten, maar dat de persoon van je vader en de persoon van je moeder, die eer je met de mooie kwaliteiten. En het stukje wat niet helemaal klopt, ja, maar dat neem ik niet over. Maar het eren is heel belangrijk, want zij hebben jou het leven gegeven. Dit is heel bijzonder. Men is erachter gekomen dat het DNA van de mens, wat men vroeger dacht het is statisch en het is onveranderbaar, dat is niet juist. Wetenschappelijk hebben ze inmiddels bewezen dat het DNA is te hervormen. Het DNA is dynamisch. Het DNA kan opgevoed worden. De structuur van DNA kan door het leven heen, ervaringen die worden opgeslagen. Tijdens het leven kunnen beschadigingen ontstaan, maar tijdens het leven kunnen dus ook andersom kunnen helingen ontstaan. Dus beschadigd DNA kan ook weer geheeld worden. Door de kracht van God. Dus in de cellen kunnen gewoon veranderingen plaatsvinden. Ten negatieve, maar we gaan het vanavond hebben ook ten positieve. Dus erfelijke eigenschappen. Dus helaas, dat is een erfelijke eigenschap.
Zelfs wetenschappelijk zijn er. Kom er steeds maar achter dat DNA dus veranderd kan worden. Nou, we weten natuurlijk, bij God zijn alle dingen mogelijk, maar God kan jouw DNA, jouw fysiek DNA, herstellen. Van de emotionele DNA, maar ook het fysieke DNA, zodat het weer wordt zoals God het bedoeld heeft. En ervaringen. Ik loop even heel kort door ervaringen heen die ons toch flink hebben kunnen pijnigen. Hè? Die gewoon, we hebben het ergens een plek gegeven in ons leven, maar met name in de jongere jaren gebeuren er gewoon soms dingen in ons leven waar je de rest van je leven op bouwt. En Jezus wil daar naartoe en wil datgene wat beschadigd is, wil die helen met zijn liefde. En het begint vaak al heel jong, want je vader en je moeder die bespiegelen eigenlijk zoals bedoeld is de liefde van God, de onvoorwaardelijke liefde van God, maar daar gaat al heel veel in mis. Het beeld van God, de vader en God de moeder, de zorgzaamheid, dat wordt vaak al beschadigd in de jeugd en datgene wat de vader eigenlijk had moeten uitstralen van God, dat wordt eigenlijk op een hele verkeerde manier gebracht, waardoor wij een verkeerd vaderbeeld krijgen, een verkeerd godsbeeld krijgen en beschadigingen. Pesten kan ontzettend veel kapot maken. Want we hebben woorden hebben kracht. We zeggen wel, schelden doet geen zeer. Maar als je weet wat woorden doen. God heeft de wereld geschapen door zijn woord. Hij schiep en het was er. En God, de positieve woorden hebben ontzettend veel kracht. Daarom is het goed om positieve woorden over elkaar uit te spreken. Elkaar te bemoedigen. Elkaar complimenten te geven. Vanuit het hart, want het zijn scheppende krachten. Maar aan de andere kant. Negatieve opmerkingen kunnen soms ongelooflijk diep gaan. Kunnen heel diep naar binnen komen en kunnen gewoon zoiets kapot maken van binnen. Want zowel woorden, positieve woorden, maar ook negatieve woorden hebben kracht. En kunnen, als je altijd maar gehoord krijgt, joh, je kan het toch niet. En je bent er niks nut. En het gaat er helemaal fout. En op een gegeven moment ga je het geloven. En als je ernaar gaat geloven, dan ga je ernaar gedragen. En dan wordt het een kracht in je leven, vernietigende kracht. Maar God kan ook dat weer helen, hij kan het weer omkeren, hij kan jou weer laten zien wie je echt bent. Ziekte. Soms dan, zowel in jeugd, maar ook in het heden, kan de ziekte kan gewoon een enorme knauw in je persoonlijkheid geven. Als het gewoon echt ik heb niet even over koudheidje, maar als je gewoon echt een hele nare ziekte hebt in je leven, wat gewoon alles bepalend is, dan kan het gewoon. Ja, ook op een gegeven moment je karakter bepalen. En dat je toch op een bepaalde manier scheef groeit, ook in karakter. En ook daar wil God iets in helen. Dan heb ik niet eens over de heling van de ziekte zelf, maar datgene wat daardoor misvormd is. Er kan van alles gebeuren door ziektes heen. Het onveilig thuis voelen. Sommige mensen hebben gewoon een basisgevoel van onveiligheid, waar ze ook zijn. Ze voelen zich nergens veilig. En dat komt al omdat het eigenlijk thuis al geen veilige plek is geweest. En daar ga je allemaal weer kring omheen vormen, maar in de basis kloppen dingen niet. En ik benoem het gewoon even, gewoon dat je misschien allemaal verschillende achtergronden hebben, maar waarschijnlijk zullen we wel één of meerdere van die pijnen herkennen. En dan wil ik je straks ook uitnodigen van, laat Jezus daarin toe. Laat heel in die diepe levels. Waar geen mens in mag kijken van jou en wat je misschien ook met niemand hebt gedeeld of niet durft te delen of waar je gewoon zelf nauwelijks mee bij kan komen. Maar ga op een gegeven moment zeggen, Heer, wilt u maar al de levels in mijn leven gaan helen met uw liefde. Want God kan daarbij waar wij niet meer bij kunnen. Echt scheiding van je ouders of je eigen scheiding. Scheiding brengt gewoon ontzettend veel pijn en verdriet met zich mee. Zowel bij de ouders, maar ook met name ook voor de kinderen. Hun veiligheid is ineens weg. En dat is niet met geen pen te beschrijven. Wat God bedoeld heeft als iets heel heiligs, als een heel veilige plek waar kinderen opgroeien. En op een gegeven moment wordt die veiligheid gewoon door midden geknipt. En dan moeten ze kiezen tussen papa of mama. Ik denk, ja, dat kan niet. Een kind kan niet kiezen. Die moet gewoon beide. Dat wordt je verscheurd van binnen. En dan gaat iets kapot. Dan gaat een stukje vertrouwen kapot. Dat kan heel diep gaan. Maar er is niks zo kapot of Jezus kan het helen. Maar dat gaat niet vanzelf. En ik wil gewoon eerst eventjes dingen bewust maken om Jezus daarin toe te laten
Want het zijn allemaal dingen die op een ander level zitten dan met je verstand. Hè? Want je kunt wel zeggen, ja, maar God is wel trouw hoor. Hè? Ja, maar als je ouders daar het verkeerd voorbeeld in hebben gegeven en zegt, ja, maar God is wel trouw. Oh, gelukkig, hij is wel trouw. Maar als je niet geleerd hebt wat trouw is, dan weet je ook wel heel moeilijk om dan ineens maar te aanvaarden dat God wel trouw is. Hè? Of dat God wel een liefdevolle vader is. Ja, dat zijn maar woorden. Snap je? Maar als heel jouw systeem zegt van ja, maar mijn beeld van papa is gewoon dat hij me slaat en mishandelt en misbruikt. En ja, maar God is een liefdevolle vader. Snap je? Dat moet je ontdekken. Dat moet je gaan voelen. Dat moet je gaan ervaren. Er is soms tijd voor nodig. En dat begint bij ontmoeten. Het echt ontmoeten. Niet met je verstand, maar ontmoeten van de liefde van God. En echt fysiek, emotioneel. Door de Heilige Geest bekrachtige ontmoeting met God. Die brengt heling. Een ontmoeting in de geest, een ontmoeting in de ziel, een ontmoeting in je fysiek lichaam, een ontmoeting in je emoties. God wil ons ontmoeten. Je bent niet alleen verstand, je bent niet alleen geest, je bent niet alleen ziel, je bent niet alleen lichaam. God wil jou helemaal ontmoeten. In je geest, in je ziel, in je lichaam. Overal wil hij jou ontmoeten. Want God heeft jou verzonnen. God heeft voor jou een geest, ziel en lichaam gemaakt. En hij zegt niet, jij bent alleen geest en de rest vind ik niet belangrijk. Soms dan leren we dat wel eens in de kerk. Ja, je moet geestelijk bezig zijn. Bidden en vasten en de tongen spreken. Weet ik wat je allemaal moet doen. Onzin. Natuurlijk moet je dat doen. Maar je bent net zo geest als dat je ziel bent, als dat je lichaam bent. Want God heeft ons een hele mooie tempel gegeven. En als je die verwaarloost, omdat je zo geestelijk bezig bent, dan raakt je lichaam helemaal, raakt je leven helemaal uit balans. Want God wil dat je op een goede manier met jouw tempel bezig gaat. God heeft jou zo mooi gemaakt. Hij heeft jou, je fysiek lichaam, heeft erop gestudeerd. Heeft erover gedroomd, heeft erover bedacht. Heeft iedereen uniek gemaakt. Hij vindt dat zo mooi. En jouw fysiek lichaam is de wijze waarop jij hier op aarde contact maakt met jouw medemens, met de schepping, met de natuur. En dat behoor jij, daar eer je God mee. Door hem daarvoor te danken, door jouw lichaam te aanvaarden, door er blij mee te zijn, door er trots op te zijn. Want het is een geweldig mooi geschenk wat jij van God hebt gekregen. Als je bij stilstaat hoe alles werkt, als je naar je hand kijkt, hoe dat zomaar beweegt, dat is zo magnifiek. En wij verwaarlozen dat zo snel. Terwijl God wil dat omarmen. Maar ook onze ziel is ook belangrijk. En goed. Ontslag, ook werkrelaties kunnen gewoon heel diep iets, je vertrouwen een knauw geven als je nare dingen hebt meegemaakt in werksfeer. Dan kan dat hele nare, kan een stukje zelfvertrouwen kan een knauw geven. Allerlei traumatische ervaringen. Ik ga er even snel doorheen, maar je herkent het wel, er zijn gewoon gebieden in je leven en ik geloof dat iedereen die hier zit, en ik ook, we hebben allemaal gebieden waar we een stukje heling in nodig hebben. De een daar en de een daar. God kan vanavond echt niet in één keer alles, dan ben je heel. Nee, dat is een proces. Maar God kan vanavond wel ergens iets gaan aanraken. En hij kan alleen maar daar komen waar jij hem in toelaat. Want God is een gentleman, hij breekt niet in, hij gaat vanavond gewoon vragen, maar waar mag ik binnenkomen? Maar Heer, u bent nog nooit in mijn kelder geweest. Er is zo'n troep, ik schaam me er eigenlijk voor. Maar dan zegt God van, mag ik vanavond nou bij jou in jouw kelder komen? Ja, maar Heer, er is nog nooit iemand geweest. Mag ik daar nou een keertje in gaan komen? Mag ik daar met mijn liefde in gaan schijnen? Mag ik samen met jou die zooi gaan opruimen? Durf het me aan, want God is zo puur liefde. Sommige mensen van ons zijn verbond door de kerk. Ik kom ze helaas gewoon, dat is eigenlijk bizar voor woorden. Een kerk wat eigenlijk een plek moet zijn waar de liefde van God, waar mensen God ontmoeten. Maar helaas is dat niet altijd zo. Soms is het de kerk waar mensen de grootste wonden, soms de grootste wonden worden geslagen. Helaas gebeurt dat en helaas gebeurt het ook niet weinig. Want soms dan zijn we zo, nou ja, oordelend en naar elkaar toe, ook als christenen. Ik heb er van alles nog wat om me heen gezien en ik weet gewoon dat ja, in sommige kerken gebeuren gewoon hele nare dingen. Nou goed, ik. Maar ook daar, of juist daar, omdat je van de kerk
of van de voorganger, van de priester, van de dominee verwacht dat hij God representeert. En als hij dan, of zij juist dan dingen doet die jou heel diep verwonden, dan gaat dat een hele, dan geeft het een hele diepe knauw. Dan kun je zelfs daar een stukje vertrouwen in God in kwijtraken. En misschien nog wel de grootste is schaamte door de fouten die je hebt gemaakt. Dat je gewoon jezelf dingen verwijt. Hè, dat je gewoon dingen hebt gedaan, dat van ja, dit vergeet ik mezelf nooit meer. Hè, dat kan zo'n diepe schuld geven dat je nauwelijks meer door het leven durft te gaan. Hè, omdat er gewoon je gebukt gaat onder schuld en schaamte. En ook dat wil Jezus van jou afnemen, want je eert er niemand mee. He, door gebukt door het leven te gaan. Want Jezus is juist gekomen om ons vrij te maken van schuld en schaamte. En God wil dat we ons hoofd kunnen opheffen. He, dat we trots zijn op wie we zijn. Want daarmee eren we de Vader. He, dat hij heeft jou mooi gemaakt. En je beëren hem niet door heel als het onderkruipen. Oh nee, dan kijk maar niet naar mij hoor. Kijk maar naar hem, want hij kan het veel beter. Daar eer je de Vader niet mee. He, juist door in jouw kracht te gaan staan. He, door in jouw kracht, in de vrijheid, in de kwaliteit te gaan staan die God jou heeft gegeven. Daarmee eer je de Vader. En God wil niet dat wij in schuld en schaamte leven. He, en God wil ons vrijmaken. Oké, we gaan straks een helende reis doen met Jezus. Wat houdt dat in? Iets over lichaam, ziel en geest. Je bent een geest. Want God is geest. En God heeft ons geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Je bent een geest. Je hebt een ziel. Het is allemaal niet zo zwart-wit hoor. Maar om even een onderscheid te maken. Je hebt een ziel. Dat zijn je emoties. Je gevoelens. Gedachten. Je woont in een lichaam. Je lichaam is tijdelijk. Tenminste dit lichaam. We krijgen straks een verheerlijk lichaam. Maar dit lichaam is tijdelijk. Dit heeft God jou tijdelijk gegeven. Je mag hier 80, 90, 100 jaar mee doen. He, dat mag je gewoon op een hele mooie, liefdevolle manier verzorgen. En daar mag je hele mooie dingen mee doen hier op aarde. Maar dat is tijdelijk. He, het is een tijdelijk huis waar je in woont. En dat is een geschenk van God. En wat gebeurt er op het moment dat jij de verbinding met Jezus maakt? Heb je hem gezien? Nog een keertje, daar komt hij. Het is een beeld van de Heilige Geest. Op het moment dat onze geest, want door de zondeval is onze geest eigenlijk, de connectie met Gods geest is verbroken. En op het moment dat wij die verbinding via Jezus weer met God maken, dan komt de Heilige Geest in onze geest, dan worden we van binnenuit opnieuw geboren. Ja? Mag ik wat vragen? Wat is het verschil tussen ziel en geest? Want u zei, ziel is emoties, gevoelens, gedachten, maar wat is de geest daar precies? Is dat je verstand of zo? Nee, want je verstand kun je aansturen. Ik kan kiezen om aan een roze olifant te gaan denken. Of aan een witte koelkast. Je kunt een keuze maken. Je kunt kiezen ergens aan te denken. Dus ook je verstand en ook je gevoelens kun je ook, soms wat moeilijker, maar die kun je ook sturen. Er is nog iets wat hoger is dan je verstand en hoger dan je gevoelens. En dat is de geest die je echt bent, de kern. En met die kern maak je verbinding met God. En daarom dat we ook zeggen dat we door de geest geleid moeten worden. Ons verstand moet geïnspireerd worden door de Heilige Geest. En onze gevoelens moeten geïnspireerd worden door de Heilige Geest. En ons lichaam. Ook waar ik heen wil gaan, wat ik met mijn lichaam doe. Dat kun je gewoon door emotionele prikkels laten leiden. Of door verstandelijke redeneringen. Maar je kunt ook zeggen, nee, ik wil me door de Heilige Geest laten leiden. Wat ik met mijn leven ga doen, wat ik met mijn lichaam ga doen. Wat ik met mijn handen en voeten ga doen. Dus er is iets wat hoger is dan je gevoel en hoger dan je verstand. En dat is wie je echt bent, ten diepste. En dat stuk, dat wordt door de Heilige Geest opnieuw geboren, ontvangt goddelijk leven. En het is de bedoeling dat vanuit dat goddelijk leven, dat wij ons leven opnieuw gaan herscheppen. En zoals Jezus zeg maar rondtrok in Galilea en daar de zieken en mensen genas. En zo mogen wij samen met Jezus, vanuit onze geest, mogen wij een wandeling gaan maken door onze ziel en door ons lichaam. En daar samen met Jezus heling gaan brengen. Over al die lagen waar verwondheid is geweest, mogen we nu vanuit de geest samen met Jezus heling brengen in onze ziel, heling brengen in ons lichaam. Door de kracht van de Heilige Geest. Nou, wat
heb je nodig als je met Jezus op reis gaat? Nou, dat is natuurlijk logisch. We hebben Jezus nodig. Hij is, in hem woont de volheid, de Godheid, lichamelijk, staat er van Jezus. Hij heeft de volle liefde van God manifest gemaakt hier op aarde. En hij heeft ook alles meegemaakt wat jij en ik ooit kunnen meemaken. Hij is in alles verzocht geweest, heeft alle pijn, alle verdriet, alle emoties heeft hij gekend. Hij heeft er bewust voor gekozen om alles te doorvoelen. Dus wat jij voelt, weet hij. Niet met zijn verstand, op een afstandje, oh ja. Nee, hij heeft het gevoeld. En daarom kan hij ook helemaal in jouw gevoel kruipen en jou bij de hand nemen en jou tot overwinning brengen. Want Jezus is door de dood heen gegaan en heeft de dood overwonnen. En zo kan hij samen met jou, ook in jouw hele diepste pijn, hij kan dat pakken en zeggen, joh, ik ga jou uitleiden. Ik ga jou uitleiden naar heling, naar genezing, naar bevrijding. Wat heb je nog meer nodig? De Heilige Geest. De Heilige Geest, want Jezus is naar de hemel gegaan, omdat hij maar op één plaats tegelijk kon zijn. En Jezus zegt, het is beter voor jullie dat ik heen ga, want als ik heen ga, dan kan ik de Heilige Geest zenden. En de Heilige Geest, dat was eigenlijk ook het doel van de komst van Jezus. De Heilige Geest kan overal tegelijk zijn. En op het moment dat jij die verbinding met God hebt gemaakt, je hebt Jezus aangenomen in je leven, dan ontvang je de Heilige Geest. En die verlaat je nooit meer. Die zit in jou, die heb je ontvangen van God. En samen met de Heilige Geest ga jij op reis. En de Heilige Geest is de vertegenwoordiger van Jezus hier op aarde. En je ontvangt geen baby Heilige Geest, je ontvangt niet een klein beetje Heilige Geest. Je ontvangt de Heilige Geest. De volheid Gods woont in jou, woont in mij, woont in ons. En het is aan ons hoeveel wij die Heilige Geest ruimte geven. De potentie van de kracht van God zit in ons allemaal. En hoe komt die kracht van God vrij in ons leven? Door geloof en vertrouwen en overgave. Want God is geest. En onze ziel en ons lichaam, wij hebben de taak om de Heilige Geest door te laten dringen in onze ziel. Hè, om onze ziel, onze gevoelens, emoties, verstand, om dat te laten helen door de Heilige Geest. Ons lichaam door te laten dringen. Dat gaat door geloof en vertrouwen. Op het moment dat jij denkt dat ik allemaal zelf kan, kan God er niet bij. Nee. Op het moment dat je zegt, ik kan er niet, wilt u komen, dan gaan er wonderen gebeuren. Dus zet je verstand maar even op nul straks. Hè? Want je verstand denkt ook, dat kan niet. En dat moet zes of zo. Maar op het moment dat je zegt, oké, dan hebben we Gods alle dingen mogelijk. Dan in één keer dan gaat het gewoon dwars langs je verstand heen. Dan gaat het die gebieden aanraken. Hè, en die dingen doen in je leven die met het verstand eigenlijk niet te begrijpen zijn. En niet te beredeneren zijn. En God gaat er ver bovenuit. Wat nog meer belangrijk is, is bereidheid te veranderen. Als jij de rest van je leven zo wil leven zoals je nu leeft, kan God weinig in jou doen. Want dan houden we God tegen. Maar als je zegt, Heer, hier ben ik. Hier ben ik. Ik kan niet zoveel. Maar u kunt alles. Ja. En u mag door mijn leven heen doen wat u graag wil doen. Want ik wil dat u geëerd wordt in mijn leven. En ik heb allemaal beperkingen. Maar ik weet dat u zijn er geen beperkingen. Ik ben bereid om te veranderen. Want soms moeten wij, wil God, vraagt ook God een stap van ons. Om uit onze comfortzone te stappen. En soms is het best een beetje eng. Maar we komen niet vooruit als we niet stapjes nemen die een beetje eng zijn. Dat zeg ik vast. Als je altijd doet wat je altijd hebt gedaan, dat is heel veilig, maar je komt geen steek verder. He, ieder nieuw gebied innemen, in een stukje vrijheid gaan wandelen, dat is eng. Want je gaat dingen doen die je nog nooit eerder hebt gedaan. He, maar je komt in vrijheid terecht. En op het moment dat je ophoudt om stappen te zetten die je nog nooit eerder hebt gedaan, dus het avontuur, als je stopt met het avontuur, dan ga je ook merken dat de zalm van God ook stopt in je leven. Dat je minder van God gaat ervaren, omdat je hem niet meer nodig hebt. Je doet allemaal de dingen die je altijd hebt gedaan. Dus je hebt je God niet zo nodig. Maar op het moment dat je stappen gaat zetten waarvan je weet, ja, dit is eigenlijk waar ik heen wil. Ik vind het moeilijk, maar ik neem stapjes. Dan gaat God zich eraan verbinden. Dan ga je de kracht van God vrijzetten. Want als ik dingen doe die ik kan, dan heb ik God niet nodig. Maar als ik dingen doe die ik niet kan, dan heb ik God nodig. En dan komt God ook. Ik zie God het meeste werken als ik gewoon dingen doe die ik niet kan. Ik kan bijvoorbeeld geen mensen genezen. He, en als ik met mensen ga bidden, ja, ik kan niks.
En dan, ja, maar op het moment dat als ik niks doe, dan gebeurt er ook niks. Maar als ik naar iemand toe ga en ik zeg, joh, maak ik voor je bidden. En voor iemand de hand opleggen. Ja, en je gaat dan bidden, dan kan God iets gaan doen. Maar ik moet eerst iets doen. Hè? Wij moeten een stapje zetten. En dat kan van alles zijn. Hè? Of het nou in relaties is. Hè? Dat je verzoening zoekt met een broer of een zus of een familielid. Zet een stapje. Je vindt eng, ja. Hè? Maar als jij niet beweegt, kan God ook niet bewegen. Want God beweegt door jou heen. En wij zijn zijn handen en voeten. Wij, als het ware, zitten wij God in beweging. Hè, door in geloof, in vertrouwen stappen te zetten die we een beetje eng vinden. Je moet niet stappen zetten die te groot zijn, want dan raak je gefrustreerd en dan gebeurt er ook niks. Maar stappen die bij je passen, maar ze zijn wel een beetje eng. Dan kan ik je vast op een briefje geven. In vrijheid gaan wandelen, genezing ontvangen van God. En in de vrijheid en in de bestemming komen wat God voor je heeft bedoeld, dat is een beetje eng. Want je gaat steeds kleine stukjes van jezelf verliezen. Van je vertrouwde comfortzone. Hè, want je gaat in vrijheid stappen. Samen met God. Bereidheid te veranderen is heel belangrijk. Bereidheid te vergeven. Daar kom ik zo, ga ik zo meteen nog even wat dieper in duiken. En dat is een heel belangrijk iets. Vergeven van jezelf. Vergeven hen die jou pijn hebben gedaan. Want je kan bidden dat je een ons weegt. Maar als je niet vergeeft, zal er geen genezing zijn. Want het blokkeert gewoon. Want wat geneest? Liefde. Liefde geneest. Liefde is de enige kracht in het universum die geneest. Want alles is ontstaan uit liefde. Schoonheid is ontstaan uit liefde. En jij bent ontstaan uit liefde. En op het moment dat die liefde wordt geblokkeerd, en die wordt geblokkeerd door niet te vergeven, dan blokkeert genezing. Toen de Melaatse, de vrienden brachten Melaatse, of niet de Melaatse, verlamde aan de voeten van Jezus. En het eerste wat Jezus zei, terwijl hij wist dat hij verlamd was en hij genezing zocht, het eerste wat Jezus uitsprak is, uw zonden zijn vergeven. Boven het feit dat hij nodig had dat hij lichamelijke genezing ontving, was zijn grootste nood zelf vergeving ontvangen. Hij had, waarschijnlijk had zich, voelde zich ontzettend schuldig bij Jezus. De zonde reine, hij werd gelegd voor de Zoon van God. En hij wist, ja, ik ben hartstikke zondig. Wie ben ik om hier aan de voeten van Jezus te liggen? He, en God, Jezus die zag het en hij zei, en het eerste wat Jezus zei, hij sprak vergeving uit. Vergeving over hemzelf, zodat hij die vergeving kon ontvangen. En daarna kon hij ook genezing ontvangen. Heb jij jezelf al vergeven? Dat is een hele belangrijke vraag. En dan niet alleen maar hier, he, maar ook hier. En ook hier. He, op alle levels heb je jezelf vergeven. Kun je jezelf omarmen met de liefde van God. Daar zit zoveel heling in. He, op zowel lichamelijk vlak als emotioneel vlak. Daar zit heling in dat je jezelf omarmen met de liefde van God. Want als God jou vergeven heeft, wie ben jij om jezelf niet te vergeven? Eigenlijk zeg je dan dat Jezus tekort is geschoten op het kruis van Golgotha. He, dan zeg je, ja, maar voor die en die, ja, maar die zijn niet zo zondig als ik. He, die hebben niet gedaan wat ik heb gedaan. Gods liefde is zo groot. En juist door die door het geschenk van vergeving te ontvangen, heel je niet alleen jezelf, maar je eert ook God. Die jou, voor jou aan het kruis gestorven. Jezus voor jou aan het kruis gestorven. Juist omdat hij zo graag jou dat geschenk van vergeving wil geven. En door dat geschenk gewoon te omarmen zonder jamaars. En gewoon te omarmen, die liefde dichtbij te laten komen. Dan ontvang je genezing. Wij vinden het eng. Ook dat is weer het eng, het gewoon, het in die liefde stappen. Ja, maar ik ben onwaardig. Ja, maar nee, je kunt God geen groter plezier doen dan het grootste geschenk wat Jezus jou geeft met volle liefde in ontvangst nemen. Gewoon omarmen. Omarm die vergeving. Omarm jezelf. Het is het grootste geschenk wat je God kunt geven en wat je zelf kunt geven. En van daaruit kun je ook, krijg je ook kracht om ook die vergeving door te geven aan hen die jou pijn hebben gedaan. En daar kom ik zo nog verder. Dus bereidheid om te vergeven, bereidheid om vergeving te ontvangen, bereidheid om Gods weg te gaan in alles. En dat is soms ook moeilijk. Buigen. Maar dat vinden we zo moeilijk, dat past niet meer in onze cultuur. Het aanvaarden dat iemand anders het beter weet. Want wij
wij weten het zelf. Hè? Wij bepalen wat goed en fout is in ons leven. We laten niemand meer iets ons zeggen. En vroeger was het zo, hè, er waren twee mensen in het dorp, die hadden altijd gelijk. Het was de dominee en het was de dokter. Nou, dat is gewoon belachelijk. We tegenwoordig kijken op internet en we vertellen de dokter wat we hebben en wat hij moet doen en wat hij moet voorschrijven, want wij weten het beter. Hè? Nou, er zitten natuurlijk ook wel goede dingen in, maar naar God dan niet. Als wij ook op internet gaan zoeken en met ons lijstje bij God kan komen, zeg van, Heer, ik weet precies wat ik heb, ik weet precies hoe ik moet doen en wanneer. Nou, vergeet hem maar. Vergeet hem maar. Wij moeten weer leren buigen. En we moeten weer leren buigen, want God weet het echt beter. En niet als een boeman, maar hij weet het gewoon beter. En vanuit pure liefde. Hij weet het gewoon echt beter. En soms is het anders dan wat jij wil. En dan heeft hij een ander prioriteitslijstje dan dat jij. We kunnen soms van zulke mooie gebeden doen en dan beschrijven we God precies wat hij voor ons allemaal moet doen. En dat is dat lijstje. Hetzelfde lijstje om dat mee naar de dokter nemen. Ik heb dit en ik moet dat medicijn hebben en schrijf het maar voor. En een dokter zal het ook niet altijd doen. Hij zegt, nee, maar ik heb hier 6 jaar voor gestudeerd. Dat klopt niet wat je zegt. Je hebt op internet gezocht, maar het klopt gewoon niet. Soms klopt het wel, maar soms klopt het ook niet. Maar als God zegt dat het klopt niet, dan klopt het echt niet. Maar dat is soms best moeilijk om te buigen. Als God zegt, joh, diep in je hart weet je dat het niet goed is. En dan daarvoor te buigen, want je weet het wel. Maar je wil het niet weten. Je wilt soms wegdrukken, maar diep in je hart weet je soms wat God van je vraagt. En soms zitten we er heel lang tegenaan te schoppen, omdat we het moeilijk vinden. Omdat we het moeilijk vinden om te buigen. Terwijl diep in ons hart is dat heel helder, het stemmetje best heel helder, dat je weet, maar eigenlijk weet ik dat God het van me vraagt. En op het moment dat je buigt en het gewoon gaat doen, dan komt de kracht van God vrij. Dan komt de voorzienigheid vrij, dan komt de zegen vrij. Het is niet dat God dan kwaad is op je, maar hij zegt gewoon, dit is de wijze waarop mijn geest stroomt. Je kunt het op een andere manier proberen en God is niet boos, God is heel geduldig, maar hij zegt, maar zo stroomt het helemaal niet. Dan kun je wel proberen de geest die kant op te laten stromen, maar daar stroomt hij gewoon niet heen. Maar op het moment dat wij buigen met de stroom waar God stroomt, en we gaan in de voetsporen van Jezus wandelen, dan gaan we ervaren dat hij mee gaat werken. En dat is dus niet een kwestie van dat God boos is op ons, want er is totaal geen boosheid, er is heel veel geduld. Maar er is wel een kwestie van de geest stroomt op een bepaalde manier. En dan kun je wel linksom willen gaan, maar als de geest rechtsom gaat, dan mis je gewoon heel veel zegen als jij linksom gaat. En dan heb ik het niet over vloek en over boze mot en wat dan ook, maar meer van, je mist gewoon de zegen die God voor je heeft bedoeld. Dus bereidheid om Gods weg te gaan. En overgave in vertrouwen. Dus even als laatste, dan gaan we met pauze. We gaan even een paar teksten lezen over vergeving. Omdat dat eigenlijk het thema is waar ik zo met de hele reis naartoe zal gaan. Maar je gaat zo jezelf je eigen weg met Jezus, hoor. Als jij vanavond een andere weg met Jezus gaat, is het helemaal goed. Maar ik wil even iets vertellen over vergeven. Na de pauze ga ik nog iets erop door. We gaan ruim tijd nemen om ook echt in gebed te gaan. Matthäus 5, vers 44. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief en bid voor wie u vervolgt. Het is zo belangrijk dat er geen haat in je hart zit. Want haat blokkeert de liefde van God, blokkeert genezing van God. Heb zelfs je vijanden lief. Nou, soms dan is je vijand heel dichtbij, hoor. Het kan je schoonmoeder zijn. Het kan je collega zijn. Het kan je eigen kind zijn in sommige situaties. Het kan je partner zijn. Het kan je voorganger zijn. Het kan jezelf zelfs zijn. Soms ben je je eigen vijand. En dan zegt God, ga nou eens lief hebben. Ga nou eens lief hebben. Liefhebben niet alleen met je verstand. Ga liefhebben met je hart. Liefde overwint. En ga voor ze bidden. Want gebed verandert veel meer dan boosheid. Vergeef, Matthäus 6 vers 12. Vergeef ons onze zonden, zodat wij, zoals wij anderen hun zonden vergeven. Dus dat is, ja? Mag ik wat vragen? Ja? Dat liefhebben, de eerste tekst. Ja? Misschien hebben anderen dat ook, maar ik ben heel gekwetst door mensen of door dingen. Ja. En mijn directe reactie is
gewoon bijna moedig, gewoon zo boos. Maar het zijn ook geen kleine dingen, hè? Ja, ja. En dat blijft, er staat van ja, voordat je de nacht, voordat de zon ondergaat, moet je daar dan mee klaar ja. zijn. En sommige dingen zitten al jaren in mijn systeem. En ik ja. weet niet hoe ik moet vergeven. Ja. Ik denk van ja, maar ik ben oprecht boos. Waarom moet ja. ik dit? Ik ga na de pauze, ga ik daar even op in, op dat boosheid. Stukje. Ja, want boosheid is in principe niet fout. Nee. Dan ga ik zo meteen, na de pauze ga ik daarop in, want dat is inderdaad een heel belangrijk thema, want vergeving is niet goedkoop. En ik ga ze ook uitleggen dat, hoe dat dan werkt, want dat is, soms mag je best boos zijn op onrecht. Hè? En vergeving is niet, oh ik laat maar over me heen lopen en ik mag niet boos zijn, nee, vergeving is iets anders. Daar ga ik zo diep op in. Vergeef ons onze zonden zoals wij anderen hun zonden vergeven, dat is een stroom van vergeving. En op het moment dat die stroom kan ook blokkeren. En God wil dat in die stroom, kost wat kost, in die stroom van vergeving blijven. En ik kan alvast een sleuteltje geven. Het heeft te maken met ervoor kiezen om de ander het beste te gunnen. En dat wil niet zeggen dat je overheen laat lopen. Maar dat heeft gewoon te maken met respect. Want dat die persoon die jou heeft pijn gedaan, is ook een schepsel van God. He, en ik kan in bepaalde situaties ook dingen doen. Mensen kwetsen. He, dat je gewoon niet gaat minachten, niet gaat haten. Maar hoe dan ook, dat je gewoon gaat wensen. Ja, maar ik wil dat het met die ander ook goed gaat. He, dat hij gewoon ook geneest van de pijn waar vanuit die persoon heeft gehandeld. Want die heeft ook weer vanuit pijn gehandeld. He, om jou te pijnigen. Maar dat op het moment dat je dat anders gaat leren zien, dan kun je ook beter vergeven. Want vergeven is niet goed praten, vergeven is ook niet wegmoffelen. Vergeven is op een andere manier kijken naar mensen, zoals God naar mensen kijkt. Lucas 6, vers 37. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. En veroordeelt niet en gij zult niet veroordeeld worden. Laat los en gij zult losgelaten worden. En dat is een hele grote kracht om vrij te komen van oordeel. Want je hoeft niet te oordelen, want we zijn niet geroepen om te oordelen. We zijn geroepen om lief te hebben. Het oordeel is van God. En op het moment dat je dat loslaat, dat is zo heerlijk. Want dan hoef je niet meer iedere keer te denken, mag ik hem nou wel lief hebben, mag ik hem niet lief hebben? Joh, ga hem gewoon lief hebben. En laat de liefde het werk doen in iemands leven. En niet jouw veroordelingen, jouw kritiek, jouw... Daar heeft hij helemaal niks aan, heeft God niks aan. En God werkt door liefde, want liefde brengt herstel. He, daar waar oordeel gewoon alleen maar dingen kapot maakt, en veroordeling en kritiek, liefde brengt genezing en herstel. Kan ik even iets vragen? Ja. Zeg net van nou, heb gewoon lief, hè? Soms ja. Even mag ik een lief hebben, dat ken ik heel erg, als iemand heel erg gekwetst is, dan voel ik toch nog liefde voor die persoon. Ja. En dan denk ik, doe ik mezelf zo niet tekort om dan juist dan die boos te zijn, weet je wel, in de liefde. Ja, maar liefde en boosheid, je kunt boos zijn, ik kan boos zijn op mijn kinderen, en nog ontzettend veel van ze houden. En toch het nodig vinden om grenzen te stellen, juist uit liefde. Maar je kunt ook geïrriteerd raken en vanuit boosheid handelen, dan maak je dingen stuk. Dus er is een verschil tussen grenzen aangeven, juist vanwege liefde, hè, want liefde die maakt ook dingen recht. Je hoeft niet over je heen te laten lopen. Hè? Je moet geweld naar een toom houden, staat ook in de Bijbel. En dat is liefde. Daarmee voorkom je dat hij nog verder in zijn boosheid ontplooit. Hè? Je voorkomt dat hij de maatschappij gaat verzieken. Hè? Dus dat is liefde, ook voor die persoon. Want je wil uiteindelijk, op het moment dat je het vanuit haat, dan zit je in diezelfde emotie. Hè? Dan ga je ook haat zaaien. Op het moment dat je vanuit liefde zegt, joh, ik zie half uit pijn. Hè? Hoe kan ik hem helpen? Dus niet vanuit boosheid, maar soms moet je ook grenzen stellen. Je hoeft niet te accepteren dat iemand zomaar over je heen blijft lopen. Ik zet een grens. Hè, maar je kunt een scheiding maken tussen wat hij doet en wie hij is. Nou, daar ga ik toch even op in. Stel dat er bij mij iemand inbreekt en dan neem ik televisie mee. En dan kom ik achter wie dat is, omdat ik aan de sporen kan, ik gewoon achterkomen wie het is. Dan ga ik hem aangeven bij de politie. Ja. Hè, ik kan hem vergeven. Maar ik denk, ja, als ik hem nou niet aangeef, dan leert hij niks van. Hè? En bovendien hoef ik ook niet te vergeven is niet, zeg maar, dat ik dus hem niet mag aangeven. Nee, dat is gewoon recht. Recht is recht. God is ook een rechtvaardig God.
He, daarmee, maar ik hoef niets vanuit haat te doen. Je kunt ook zeggen, ik zal het je nooit vergeven. En hem heel proberen en hem kapot wensen. He, die dief. Ik kan ook zeggen, van, joh, wat triest dat hij dit heeft gedaan. Wat een verwond persoon dat hij zo over de grenzen van de ander heen gaat naar mijn televisie. Ik ga voor hem bidden. Maar ik ga wel aangeven, want ik vind dat hij hiervan moet leren. He, maar dan ben je op een positieve manier bezig om dingen te corrigeren. Zonder dat jouw hart zich verhardt in haat. Want dat is het belangrijkste. Want mijn liefde wordt dan niet geblokkeerd als ik op die manier bezig ben. He, maar als ik vanuit irritatie en boosheid en woede het ga doen. Dus ik zal hem krijgen en ik zal hem zoveel mogelijk kapot maken. He, dat kan ook. He, dat is de wereldse. Er zitten verschillen. Proef je het verschil tussen. Jezus kon ook boos zijn. Maar dat is een heilige boosheid. En dat kan. Dat is een verschil tussen heilige boosheid en vanuit het vlees. Ja, dat laatste maar, dan. Ja? Robert, ik zag op het internet. Die ISIS, die vermoordde twee meisjes, die waren zo groot. Ja. Die werden vermoord. Ja. Nou, sorry, maar ik begrijp dat niet. Nee. Hoe kan je zoiets doen? Nou, dat is dus een typische vorm van. Kijk, je kunt inderdaad gewoon. De media die wil dat we enorm ze gaan haten. Dat wil de media niet, dat wil de duivel. Die wil gewoon haatemoties over heel het land en over heel de wereld zaaien. Want dat vindt hij leuk, dat is voedsel voor hem. Je kunt ook gewoon gaan reageren met bewogenheid. Ik wil het even hierbij laten. Ja? Je kunt reageren vanuit bewogenheid. En zeggen, hoe is het mogelijk dat deze mensen dat doen? Laat ik voor ze bidden. Want ze snappen niet wat liefde is. Ik ga voor ze bidden dat ze het in keer komen. Dat ze ook moed met Jezus gaan hebben. Ik ga ze zegenen wat Jezus ons leert. Bid voor je vijanden. Ja. Dus die boosheid mag je voelen. Maar dan kun je reageren vanuit haat. Kijk, verdriet is een goede, emotie. Ja. Maar haat niet. Er is een verschil. Dus wat doe je ermee? Is het verschil duidelijk? Oké, ik wil even pauzeren. En anders wordt het te zitten. Ik heb net al het een en ander gedeeld over vergeving. Dat al tijdens het vragenrondje. En we kunnen een paar dingetjes eventjes aantippen. Wat vergeving niet is. En dat is ook belangrijk, want er wordt ook nog wel eens een verkeerd begrip over wat vergeving is. Vergeving is niet goed praten wat de fout is. He, zo van, oh, maakt allemaal niet uit. Dat is het niet. Het is belangrijk dat je kunt pas echt vergeven als je eerst benoemt dat het hartstikke fout is. He, dat het even helder wordt, wat is er precies fout gegaan. En dat is een belangrijk proces. Zeker mensen die mishandeld zijn geworden, of wat voor onrecht is aangedaan, dan is het belangrijk dat er eerst erkenning is. Dan kun je wel heel snel zeggen, oh, moet vergeven. Nee, eerst is erkenning belangrijk. Dat er aan het licht komt, wat is er gebeurd? Dat iemand gewoon erkend wordt in het feit, er is wel misbruik geweest. Van er is onrecht aangedaan. Gewoon benoemen, fout is fout. En vanuit dat heel helderheid, dit klopt niet. Van daaruit kun je kiezen, en dat is een proces, maar ik kies ervoor om niet in haat te reageren, maar ik kies ervoor om te reageren vanuit liefde. Maar het is belangrijk dat eerst helder wordt, wat is er gebeurd. Vergeving is ook niet, daar hebben we het net al even over gehad, over je heen laten lopen. Je mag best, en dat moet zelfs ook in een gezin, stel dat de vader of moeder kinderen mishandelt, dan moet je opruimen als partner zeggen van tot zover en niet verder, ik grijp nu in. Je kunt zeggen, we doen net alsof het niet gebeurd is, dat is geen vergeving. Vergeving is gewoon van, ik zie dat hij handelt vanuit pijn, maar ik moet ingrijpen. Ik kan niet over me heen laten lopen, je moet ook niet over je heen laten lopen. Dat is wat anders als dus vergeven is niet lang over je heen lopen. Nee, soms vraagt God het van je om de tweede mijl te wandelen of de andere wang toe te keren. Maar dat is niet per definitie altijd. Vaak is het ook zo dat het juist belangrijk is dat er correctie is. Dat je gewoon op je strepen gaat staan. Maar niet vanuit haat, daar gaat het om. Ja. Maar dat betekent eigenlijk dat je altijd moet communiceren. En soms is dat niet mogelijk. Nee, dat klopt. Nee, het klopt. Ja. Het is in eerste instantie een proces in je eigen hart.
En als er communicatie mogelijk is, dan is het mooi. Maar soms is het niet mogelijk. En dan is het belangrijk dat je eerst voor jezelf die ruimte geeft. Van de pijn mag er zijn. He, soms dat je dat met iemand deelt. Of alleen met God. Dat je gewoon, dat God zegt, joh, maar ik zie het. He, dat je dat toelaat. En dat God zegt, maar ik zie het, mijn kind. Ik zie jouw onrecht. En ik zie jouw pijn. He, en God moft het niet weg. Oh, dat is niet zo belangrijk. Of geef me gauw. Nee, hij ziet het. En het mag er zijn. He, dat is belangrijk. Dat gewoon er helemaal mag zijn. En van daaruit zegt Jezus, joh, maar ik er zijn mij ook onrecht aangedaan. Dan mag ik jou nou een weg wijzen hieruit. Want daar blijven zitten. He, ik ga jou helpen om in die vergeving, in de liefde te wandelen. Maar eerst is daar het er mogen zijn. He, het begrip krijgen van de pijn en het verdriet en het onrecht. En, ja. Dus het is niet wegmoffelen, maar eerst het te laten zijn. Bij Jezus. Ja. Dat is de grootste fout die je kunt maken. Is als iemand gewoon seksueel mishandeld is. Dan zeg je, joh, gewoon vergeven en klaar. Hè, zand erover. Nee, het moet eerst erkend worden. Hè, de pijn moet erkend worden. En pas dan kan er genezing zijn. En eerst moet daar erkenning zijn. Dat is een heel belangrijk aspect van vergeving. Erkenning. Vergeving is niet de ander de schuld of straf kwijtschelden op materieel vlak. Hè. Ik zei over die dief. Hè, soms is het gewoon goed om aan iemand aan te geven. Hè. Dat kun je doen vanuit een hart wat vrij is. Niet vanuit haat, maar gewoon omdat het gewoon goed is om te handelen in bepaalde situaties. Vergeven is ook niet sorry zeggen en niet menen. Hè. Als je kinderen zeggen, zeg sorry, hè, dan is het klaar. Nou, dat is, ja, het is wel een goede oefening, maar het gaat natuurlijk om de diepte. Hè, dat je gewoon vanuit je hart leert vergeven. En niet alleen maar van, nou, vergeven morgen. Ja, nou, ik heb hem vergeven. Weet je wel, dat is een heel dun laagje. En vindt een dun laagje, terwijl God echt wil dat je vanuit je hart vergeeft. En dan pas kom je echt vrij. He, dat je kiest om niet in haat te reageren. Dat je kiest om vanuit bewogenheid te reageren. Van, ja, maar God heeft ook die persoon lief. En die persoon heeft ook uit pijn gereageerd. En ik wens dat hij ook tot inzicht komt. Echt vanuit mijn hart. En niet, ik wens dat hij kapot gaat. He, of ik wens dat hij een ongeluk krijgt. He, dat wil je soms vanuit je haat. He, nee, ik wens dat hij tot inzicht komt. He, ik wens dat hij ook die liefde van God leert kennen. He, dat hij ook vergeving leert kennen. Dat hij ook een ander mens wordt. Dat hij dat ook goed met hem gaat. He, dat wensen. Dus vergeving is niet het vergeten, wegstoppen of verdrukken van pijn. He, dat is ons mechanisme soms, dat we het maar willen wegdrukken, niet meer willen weten, niet meer aan denken en dan maar hopen dat het overgaat. Dat is niet verwerken, dat is niet verwerken met Jezus. He, dus dan eerst het er mogen zijn van de pijn, dat je voelt van God ziet jou in jouw onrecht, hij ziet jou in je pijn. En van daaruit laat hij zien van, joh, ik zie het. He, en van daaruit kan er vergeving komen. Ja, wat is vergeving dan wel? Ik heb het ook even genoemd, ik ga er even snel doorheen. De ander het goede gunnen en niet meer haten. God houdt van iedereen. Want ook degene die jou pijn heeft gedaan, is ook een schepsel van God. Is ook een kind van God. Heeft God ook in zijn liefde geschapen. Heeft God ook verdriet van dat hij zo heeft gehandeld. Hè, maar behandel met respect, want het is ook een kind van je vader. Hè, het is ook een schepsel en hij verdient respect. De ander mens als kind maakt ze van God respecteren. En zelfs die ISIS, hè, die kinderen vermoorden. Ik denk van oké, het is hartstikke erg wat ze doen. Maar het blijven kinderen van God. Hè. God heeft ook hen gemaakt. En God wil ook hen tot inzicht brengen. En dat het goed met hen gaat. Dat ze tot inkeer komen van hun zonden. Want er zijn geen zonden zo groot die niet vergeven kunnen worden. En gelukkig zijn er ook berichten dat we weten dat ook ISIS-strijders tot geloof komen. Dat geloof in Jezus, dat ze tot inzicht komen, dat ze een andere weg kiezen. Het gebeurt. En ik geloof dat het gebeurt, omdat er christenen zijn die voor ze bidden. He, die niet alleen maar vanuit haat reageren, maar die zeggen van laten we bidden dat ze tot inzicht komen. Dat ze ook tot herstel komen, dat het ook goed met hen gaat. He, zij zijn ook opgegroeid in een cultuur van haat. En wie trekt hen eruit? En wij kunnen hen eruit trekken door te bidden en door te zegenen. Dus het minachting en oordeel loslaten. Dat is een keuze, hè, om niemand te minachten. Zelfs niet mensen die dingen doen, aan jou hebben gedaan. Ik van, ja, niet goed praten, maar zeggen, ja, het is een verbond kind van God. Hè, die handelt vanuit pijn. Hè, maar er zit ook iets moois in. Ieder mens zit ook mooie dingen in, want ze zijn geschapen naar het beeld van God. En, want minachting, dat doet in eerste instantie iets met jezelf.
Het maakt jezelf kapot. Het haat maakt jezelf kapot. Jaloezie loslaten. Als het goed gaat met iemand die jou iets heeft pijn gedaan, dan kan het extra pijn doen. Omdat je het eigenlijk gewoon niet gunt. En dat is ook eigenlijk weer die haat. Het iemand het goede niet gunnen. Laat het los. Laat het los. En wat is vergeven? Bidden dat een ander tot inzicht komt en Jezus zal ontmoeten. Vergeven is liefhebben en de pijn onder ogen zien en verwerken. En dat heb ik net ook al even over gehad. Dus niet het wegmoffelen. En liefhebben is ook niet over je grenzen heen laten gaan. Natuurlijk valt er nog veel meer over te vertellen over vergeving. Maar ik hoop dat ik zo toch even een iets evenwichtiger beeld over vergeving heb kunnen vertellen dan het simpelweg zo snel mogelijk wegmoffelen. En het is een proces waar je doorheen gaat. Mooi. Ja? Okay. Ja, heel goed. Dankjewel. Ja. En dat is belangrijk. Hè? Maar God wil samen met jou dat proces heen gaan. En hij heeft alles gevoeld. Hij heeft ook niet weggemoffeld, hij heeft alles gevoeld. En daarom ben je heel vertrouwd bij Jezus. Hè, Jezus, je kunt niet zo erge pijn, verdriet en verwerping en beschuldiging en onrecht hebben meegemaakt in je leven. Of Jezus heeft het zelf ook gevoeld aan zijn lijve ervaren. Dus hij voelt met je mee. En wat ik zo wil doen is eigenlijk in die omarming met Jezus gaan komen. Ik zal even de computer uitzetten. De hele reis zelf heb ik niet opgenomen. Je kunt je inschrijven voor de nieuwsbrief bij mijn website leveningod.nl. Dan ontvang je automatisch bericht voor alle activiteiten en ook voor de nieuwe lezingen over de helende reis. Je kunt ook een privéconsult boeken, een privé helende reis, via mijn website akapecoach.nl. Ik zal de link daarvan onder deze film zetten. Ik wil graag afsluiten met een gebed waarmee ik je ook in een gebed wil ondersteunen om tot diepe heling en vergeving te komen. Hemelse Vader, ik wil u danken voor uw enorme liefde. Heer, u heeft uw Zoon gezonden, uw Zoon Jezus Christus, die heeft de weg voor ons vrijgemaakt voor vergeving en diepe heling van al onze pijn en verdriet, onze wonden, ons verborgen angsten en boosheid. Ik wil u danken, Jezus, dat u alles heeft gevoeld, heeft ervaren. Heer, u voelt met ons mee. Heer, u heeft gevoeld toen wij pijn leden. Heer, u heeft verdriet gehad toen wij verdriet hadden. Heer, u heeft onrecht geleden toen wij onrecht leden. Heer, u heeft volkomen gezien. Heer, u leeft met ons mee. En ik wil u danken, Jezus. En ik wil u uitnodigen, wilt u heel diep van binnen. Heer, ons pijn, ons verdriet, onze boosheid, ons onrecht, onze wonden en onze ziel aanraken met uw goddelijke liefde. Heer, want u heeft alles overwonnen. Heer, u heeft de haat tot overwinning gebracht. Heer, en in uw kracht, Heer, mogen wij ook overwinning ontvangen. Heer, van onze diepste pijnen. Heer, of het nou in het verleden of in het heden is. Ik wil u uitnodigen, wilt u komen. Heer, in de verborgen schuilhoeken van ons hart. Heer, waar nog verborgen pijn zit, waar verborgen boosheid zit, waar haat zit. Heer, waar diepe verwondheden zitten. Heer, wilt u daar komen met uw liefde. Wilt u ons helpen op reis. Heer, naar deze pijn. Heer, om daar heel diep vergeving te ontvangen voor onszelf, maar ook vergeving te schenken aan hen die ons onrecht hebben aangedaan, zodat ons hart weer vrijkomt. Heer, wilt u ons helpen dit hele proces samen met u door te gaan. Heer, opdat wij volledig in uw licht mogen staan, alle lagen van ons zijn, ons onderbewustzijn en onze diepste pijnen en angsten, dat die worden getransformeerd door uw goddelijk licht in liefde. Heer, dat wij in overwinning mogen leven. Heer, dat we niet blijven hangen in wonden vanuit het verleden, maar dat we mogen staan in uw goddelijk licht en uw licht mogen verspreiden hier op aarde. Heer, wilt u ons zo helpen deze reis van diepe heling samen met u te gaan. In Jezus' naam. Amen.